Voetstappen in het veld, inspiratiedag rond systemisch werk en opstellingen. En ik zit hier met Barbara Hogenboom van het Bert Hellinger Instituut. Welkom. Dankjewel. Laat ik helemaal vooraan beginnen. Familieopstellingen, hoe ben je daar zelf ooit mee in aanraking gekomen? Mijn allereerste aanraking is eigenlijk een beetje apart. Ik was mediator en ik dacht misschien kan ik iets met familieopstellingen. Dus ik ben ooit op een zondagmiddag bij iemand geweest in een workshop. En ik vond het verschrikkelijk. Dus ik dacht, dit is misschien voor andere mensen wat, maar dit is niet voor mij wat. En toen heeft het denk ik, volgens mij was dat 2005 of zo, heeft het 7 jaar geduurd. Toen ik dacht, laat ik eens organisatieopstellingen proberen. En uiteindelijk is dat dus mijn insteek geweest. En via organisatieopstellingen terug bij familieopstellingen. En weer terug bij familieopstellingen. Ja. Wat wist er nou waarom het zo vreselijk was? Nou, ik vertrouwde het niet. Ja, dus we belanden ergens in één opstelling ergens in de middeleeuwen en in een andere opstelling in een of andere voodoo-ritueel of zo. Ja. En dat is wel een goede les voor mij geweest, ook voor hoe ik nu werk. De representanten daar, die kenden elkaar allemaal. Dus ik kwam binnen en iedereen was, hoi, hoi, smak, smak, zoen, zoen, fijn hè, we gaan dit weer doen hè, en zo. En voor mij was het voor het eerst. Dus daardoor dacht ik ook, ik vertrouw helemaal niet wat jullie doen. Ja. Dus dat is nog tot de dag van vandaag voor mij, als ik een workshop geef en mensen kennen elkaar, of ik ken mensen en ik begroet ze ook met een zoen, dat ik, als we beginnen, altijd plenair iets zeg over de lintjes en wie wat waar elkaar kent. Ja, precies. Ja. Organisatieopstellingen was ook jouw eerste insteek om te gaan coachen. Want ja. Je was toen met mediation bezig. Ja. Wat deed je nadat je daarmee in aanraking was gekomen? Hoe ben je gestart als coach? Nou ja, dus inderdaad vooral in mijn rol als mediator, wat ik op dat moment was. Een aantal dingen. Dus allereerst het besef dat als, ja, in mediation termen, partij A en partij B ruzie hebben, dat ik opeens begreep, oh, maar wacht even, dit gaat helemaal niet om partij A en partij B. Zij zijn deel van systemen. Ja. Dus zowel familiesystemen nemen ze mee. Dat begreep ik toen trouwens nog niet, want daar was ik nog niet voor opgeleid. Maar ik zag al wel van dat ze deel zijn van een organisatiesysteem. En steeds vaker ging ik herkennen dat de patronen die twee mensen aan tafel lieten zien, eigenlijk symptomen waren van iets heel anders in het systeem. En de opleiding, heb je die toen al bij het Bert Hellinger Instituut gedaan? Ja. Oké. Okay. Ja. Dus je bent ingestroomd en doorgestroomd? Ik ben ingestroomd en niet meer weggegaan. Nou, op een gegeven moment, dus ik heb de basisopleiding gedaan en toen de master en familieopstellingen en een hele rattenplan achter elkaar. En toen heb ik mijn man beloofd, ik ga een jaar lang niet meer naar Groningen. Dat is me 10 maanden gelukt. En toen ben ik eigenlijk als trainer binnengehaald en heel gauw ook mede-eigenaar geworden.